Hallo kijkers en bewoners van een gamestad. Welkom terug bij SimCity in Troetelville. En we gaan verder in onze geliefde Troetelville. En de vorige aflevering hebben we redelijk wat gedaan. We hebben namelijk heel veel zoning gedaan en zo. En gebouwen neergezet. En ik denk dat het nu ook tijd is om dat ook verder te doen. En dat gaan we gelijk ook doen. Bij die factory ga ik het best niet zetten. Anders worden de mensjes kwaad. Niet waar? Nou, als je deze serie en video leuk vinden, dan klik je op het like knopje beneden. Helpt altijd. En deel het eens met je vrienden. Dat zeg ik nu al even. Gewoon omdat het kan. Oké, onze missie hier laat 160 sims met gemiddelde inkomens naar een gebedshuis gaan. En dat is nog niet gelukt tot nu toe. wat is dit? Wat is dit? Ik wil toch graag naar een monster truck show. Je kunt een expo center plaatsen. Een expo center! Ja! Waar kan je dat krijgen? Bij toerisme, denk ik. Stadions. Een expo center. Ja! Daar kunnen we concerten in geven en zo. En monster truck wedstrijd. En die kunnen we hier zetten. Kan dat? Nee, dat kan niet. Crap. Anders had ik daar zo wat plaats om op te vullen. Maar nee. Oké, dat is wel cool. Holy shit. Wow, onze stad begint wel een mooie vorm te krijgen, zou ik zo zeggen. Wat zijn onze demands? Verwoning. We willen veel lage bevolking, mensen. We willen blijkbaar heel veel lage bevolking. Wel, laten we daar dan maar eens voor zorgen. Niet weg. Ik vind dat we die weg moeten blijven volgen. En dan deze met elkaar verbinden. En dan... Dit stuk van de stad wordt zo crap. Maar oké. Zo. Voilà. En voilà. En dan krijg je hier nog wat winkel. Die hoek ziet er zo raar uit. Wauw. Deze afleveringen gaan ook vanaf nu iets korter worden. Puur omdat ik heb heel veel werk voor school. Het is mei. En de maand mei is een zeer... hoe zeg je het? Een zeer stressvolle maand. En een maand met heel erg veel werk. En ik maak geen grapje als ik zeg heel erg veel. Want het is echt heel, heel erg veel. Om dus maar even te zeggen hoeveel werk. Heel erg veel. We gaan nog wat extra bijzonen. Puur omdat het kan. En we moeten ook wel zorgen dat we nog genoeg winkel, shizzle... hebben. En ik denk dat we dus dit wel kunnen doen. Zo. We not. Ja, bij die factory. Daar bleef ik even weg. Want dat komt anders niet goed. Oké. Land value. Alright. Oké. Well, laten we de kleine mensen hier ook blij maken door een paar dingetjes te zetten hier. En daar, om de mensen wat gelukkiger te maken, zo. En misschien wel een speelpark daar, zo. Oh yeah. En dan worden de mensen dan weer iets gelukkiger. Dat moet kunnen, vind ik. Ja, ik ga er daar ook eentje zetten.
En... Oh, we verdienen freaking veel geld. Holy moly, crapaboli, what the hell. En we willen deze buurt ook wel redelijk gelukkig houden, denk ik. Dus laten we dat zo even doen. Voilà. Dat is leuk. Dat is tof. En ik denk dat we binnenkort ook wel wat demand... Ja, we hebben al wat demand naar een rijke buurt. Ik denk dat we best de rijke buurt aan de kust leggen. Ik denk dat dat wel cool is. Zo dicht bij het strand een rijke neighborhood. Ik wil deze lijnen. Maar dan verder. Want ik wil hier een coole wijk. Maar anders dan doen we dit zo. En dan gaan we zo. Ja, oké. Okay. We gaan beginnen aan de Wesley Woods. De Wesley Wood area van Troetelville. De wijken met de rijke mensen. Dat gaan we doen nu. Yeah. Ah, dit wordt een leuke wijk. Dit wordt super leuk. Dit wordt gezellig en rijk. Heel erg fucking rijk. Oké, plazas. Ik wil plazas. Ik wil... Nee. Oké, dat wil ik niet. Dat wil ik ook niet echt. Ik wil kleine plazas. Daar. En daar. En daar. En daar. En misschien wel zo eentje. Zo daar. Yeah. We gaan er eigenlijk veel zetten daar. Maar misschien ook iets formeels. Zoals een fonteinplein. Dat is ook tof. Een fonteinplein. Of een sim... Een Sim City Park ding. Of een amfitheater. Een amfitheater. Ja. Ja. En nog zo'n stadsparkje erbij. En nog een klein fonteinparkje daar. Holy shit. Onze inkomsten gaan wel heel snel naar beneden nu. Omdat we al deze shit erin aan het zetten zijn. Maar dat geeft niet, toch? Dat geeft toch niet? Dat geeft niet, man. Yeah! Voilà. Rijke buurt, zijn jullie klaar om gezoond te worden? Boom. Wel, dan hebben we hier huizen. Krijgen we ook daar huizen. Dan krijgen we hier een winkel ding. En dan krijgen we daar huizen. En dan krijgen we daar huizen. Holy shit, yeah. Oh my god. Villa Overveld. En Villa Rovers. En Villa Bogaard. En Villa Dien. Ansink en Partners. Oh, hebben we geen elektriciteit of zo? Oh, we beginnen een elektriciteitsprobleem te krijgen. Oké, mensen. We're gonna do something about it. Wat gebeurt er hier? Kan ik dit niet zetten? I beg your pardon. I'm gonna build a little road over there. So I might be able to upgrade this shit. Like that. En laten we hopen dat we... Kijk, voilà. Prachtige. Voilà, probleempje opgelost. Nu krijg je hier allemaal stroom en er is daar een... Oei, oei, een brand. Oh nee, brand. Oh lord. Oh lord. Brandweer! Brandweer, wat is er nu weer? We kunnen sommige branden niet blussen. We hebben meer brandweerwagens nodig. Dat klopt, jongeman. En je krijgt er ook één. Alsjeblieft. En je mag het bordje er ook op zetten. Voilà. Zo. Voilà. Oké, hebben jullie Ansink en Partners? Het verwendier? La Scala. Oeh. Chans Grote Maten. Villa Blom. Villa Biemans. Villa Brouwer. Villa de Ridder.
Oh, deze rijke buurt ziet er zo cool uit. Check al deze shit. Die parken, kerel. En dan nog een keer aan het strand. Yeah. Oké, niet dat deel van de stad, zo die fabrieken, maar zo. Yeah. Oké. Ah, dit is wel cool. Oh, lord. Ik moet denk ik wat verlaten gebouwen weghalen. Oh, lord. Brand. Oepsie. Hier ook brand. Brand. Wat is dit? Ook brand? Fantastisch. Ja. Mijn stad is de prachtigste stad. Er is hier nog ergens een huisje die in puin ligt, maar ik kan het niet vinden. Laten we op zoek gaan naar het afgebrande huisje. Ben ik nu blind of zo? Of wat is dit? Waar is er dan nog hier? Wat is dit? Er is nog ergens iets verlaten. Er is nog ergens puin. Ik zou begon niet weten waar. Wat doet dat hier allemaal? Jeez. Die dingen... Dat vind ik ook zo irritant aan die industrieterreinen. Hè? Die verspillen gewoon plaats aan vuilnis. Het is van, dude, je kan je vuilnis laten ophalen. Seriously. En ik vind het verlaten gebouw niet. Wel, pech dan. Zo. 5 gebouwen afgebrand per dag. Oh shit. Ja. Dat is spijtig voor de bevolking. Dat is heel erg spijtig. kunnen we trouwens bijna een stadhuis upgraden? Vanaf 15.000 inwoners. Want ik wil de financiën dinges. Ik wil de financiën departement, want dan kan ik dit hier aanpassen. Dan kan ik de belastingen aanpassen. En ja, dat moet normaal gezien kunnen. Toch? Normaal gezien moet dat kunnen. Maar ik denk dat dit de aflevering was van SimCity, aflevering 3. En dan zie ik je volgende keer terug in een nieuwe aflevering van SimCity. Saplino's? Nee, geen Saplino's. Het is niet mijn kanaal. Soms raak ik in de gewoonte van op mijn eigen kanaal te recorden en dan zeg ik op andere kanalen ja, ook gewoon Saplino's, maar dat is niet zo. Bewoners van een GameStad. Ik zie jullie de volgende keer terug in een nieuwe aflevering van SimCity. Dus ik zie jullie later.